Duurzame verbranding van biomassa voor energieproductie. Dat bestaat toch helemaal niet? Je hebt het mis. De meubels in je huis en het papier waarop je schrijft. Allemaal afkomstig van bomen uit bosbouw. Maar wat doen we met de kromme bomen? Kruinen, takken, schors en zaagsel die overblijven? Deze biomassa wordt onder andere gebruikt voor de productie van energie. Op de plek van de gekapte bomen krijgen nieuwe en overgebleven bomen de ruimte om te groeien. Zij vormen een gezond en levendig bos dat voortdurend CO2 opneemt en hout levert voor nieuwe producten en biomassa. Zo is de cirkel rond. Duurzame verbranding van biomassa is op deze manier een eindeloze bron van energie. Stabiel en betrouwbaar naast zon en wind.